Dag dames en heren, dit is Studio Sport tot ongeveer 17:15 deze middag. En het is tijd voor het wereldkampioenschap turnen vanuit Rotterdam. Ahoy. Het is de laatste dag van de WK met de finale, de toestelfinales met Epke Zonderland en met Jeffrey Wammes. We gaan rechtstreeks naar Ahoy en daar is Henry Schut. Henry, het was een paar dagen geleden eigenlijk nog een beetje met de hakken over de sloot, hè, voor allebei. Maar dat maakt nu helemaal niks meer uit in die finale. Het zijn gewoon medaillekandidaten. Ja, het is, maakt helemaal niets uit. Als je, maakt niet uit wat je gescoord hebt in de kwalificaties. Het is gewoon op nul beginnen. En wie vandaag de beste is, die is uiteindelijk de winnaar van het goud. En we gaan kijken naar die toestelfinale. Het zijn er 5 trouwens in totaal vanmiddag. Met als laatste rek en als eerste sprong. Dus we zien aan het einde en aan het begin een Nederlander. Met Fieke Willems en met Gerard Speerstra, voor wie gisteren niet gekeken heeft. Ex-turnster. Hoe voelt dat inmiddels? Want het is pas een paar maandjes eigenlijk dat je ex-turnster bent. Hoe is het nieuwe leven? Het nieuwe leven bevalt hartstikke goed. Ik had mijn geneeskundestudie afgerond en ik werk nu sinds een half jaar ook in het ziekenhuis. En het zwarte gat is er nog niet? Nee, tuurlijk vind ik het jammer dat ik hier niet sta, maar het was goed zo. Ja. Gerard, jij bent ook ex, namelijk de ex-coach van Epke Zonderland. Ja. Na 18 jaar kwam daar dit jaar een einde aan. Is dat voor jou ook een beetje afkicken dan als je hier nu zit? Want ja, het is vandaag natuurlijk wel een ongelooflijk grote dag in zijn carrière. Had het ook kunnen zijn in jouw carrière? Ja, we hebben samen een behoorlijke hoogtepunt meegemaakt. Olympische Spelen, Londen vorig jaar. Ja. 2 keer de wereldbekerfinale gewonnen. Dus WK zilver vorig jaar. WK zilver vorig jaar en 4e op brug. En ik heb eigenlijk na mijn ontslag het Nederland verruild voor het begeleiden van de Iraanse teams. Ja, en dat gaat vooralsnog goed? En dat gaat vooralsnog goed. Zij het dat ik er nog maar 3 maanden eigenlijk actief ben geweest. En er nu serieus plannen gemaakt gaan worden om in de toekomst hoog te gaan scoren. Ja, en daar valt heel veel winst te boeken, hebben we gezien. Hè? Want het land werd 38ste geloof ik. Het land werd 38ste. Ongelooflijk zenuwachtig in zo'n groot toernooi. En ze hebben een groot potentie, dus er is succes te halen. Ja, we gaan kijken naar de 2 jongens waar het om draait deze middag. Wat betreft ons in Nederland dan, Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. Bij Wammes is de grote vraag, gaat hij die moeilijke oefening doen? We zijn daar benieuwd naar. We gaan daar zo meteen ook het antwoord op krijgen. Dit is eerst Epke Zonderland. Vanochtend waren we er meteen al bij. Buiten Ahoy gebeurde dit. Zonderland zien we dus aan het einde van de middag. En hier is Jeffrey Wammes. Is dat een nerveus lachje, Gerard? Kan je daar nog niet zoveel in herkennen? Ja, je kunt er wel in herkennen. Die jongen die weet van tevoren al dat we daar staan. Die ziet ons en dan zwaait hij maar eventjes. Zijn dit 2 jongens die goed omgaan met al die aandacht van de media? Want dat moet je niet vergeten. Hè? Er zijn er maar 2 eigenlijk waar wij ons op focussen. En dus is iedereen en alles, terwijl Epke een kopje koffie neemt nog vanochtend, is op hun gericht. Ja. Dat lijkt me zwaar. Ja, dat is ook wel zwaar. Maar wat die jongens vooral doen is zichzelf afsluiten voor de buitenwereld, van hun omgeving. Enorm kunnen focussen op het toestel en op hetgene wat hun te wachten staat. Ja, ik zei het al, we gaan ons de grote vraag stellen. Gaat Jeffrey Wammes zometeen moeilijkere sprongen uitvoeren dan in de kwalificatie? Dat zal hij nodig hebben om een medaille te kunnen winnen. Het antwoord komt van zijn coach, van Bram van Bokhoven. Wij gaan een sprong turnen. Zijn tweede sprong zal een 7-0 sprong zijn. Dat is de hoogste moeilijkheidsgraad die er is. Met eigenlijk als achterliggende gedachte dat hij, als hij op veilig gaat, meedoet voor de plekken 4 tot 8. En met de WK in eigen land en deze finale hebben we zoiets van alles of niks. Dat is bijzonder, hè? Want hij turnt nooit een risicovolle oefening. Nee, kijk, we hebben deze sprong nu 2 keer gedaan in wedstrijdverband. Het is een risico, wat ik zeg, alles of niks. Als hij staat, dan kan het een medaille opleveren. Ja, staat hij niet, dan hebben we pech gehad. Dan heeft hij in ieder geval alles eraan gedaan. En de reden dat hij die oefening niet vaak doet, dat heeft te maken met zijn gebroken enkels van een paar jaar geleden? Kijk, de historie van Jeffrey leert ons dat we inderdaad een klein beetje voorzichtig met hem moeten zijn. Maar ook dat de moeilijkheid van de sprong, die zit er nog niet zo lang in. Dus voor nu, voor deze fase, is het voor het eerst dat hij hem ook daadwerkelijk in een wedstrijdsituatie kan gaan doen. Doe eens een voorspelling. Daar waag ik me niet aan. Wat kun je nu nog als trainer en turner in de laatste fase doen op dit moment? Nu niet zo heel veel. Kijk, met name zorgen dat de situatie om hem heen goed geregeld is. Dat hij in zijn focus kan blijven. Dat hij weet wat hij moet doen, waar hij moet zijn, wanneer hij er moet zijn. En ervoor zorgen dat hij goed in zijn vel zit.
Kortom, hij gaat een heel groot risico nemen, Fieke. Is dat te doen eigenlijk als je bijna nooit een oefening doet? Als je bijna nooit zo'n ingewikkelde sprong doet? Dat je hem nu, tijdens het WK, ineens kan? Het is een risico, dat zeker. Maar als hij dat risico nu niet neemt, dan heeft hij denk ik geen kans op een medaille. Dus nee. Ik denk dat het wel leuk is dat hij het risico neemt. Gerard, wat denk jij, kort tot slot, voordat we gaan kijken naar deze eerste finale. Is Wammers bestand tegen de druk en kan die moeilijke sprong aan? Ja, hij moet het kunnen. Hij zit in de staart van de finale. En het kan ook nog wel zo zijn dat hij op het laatste sprong toch nog aanpast als er veel mensen in het begin gaan vallen. Oké, okay, we zien ze staan, de 8 finalisten. Ik geef graag over aan Hans van Zetten. En onze Jeffrey Wammers wordt als eerste voorgesteld omdat de loting heeft bepaald dat hij in deze finale de eerste turner is. Hij gaat dus die finale openen en hij moet het opnemen tegen de Rus die naast hem staat. En de Fransman, de Bouhei, die de zilveren medaille won in Peking. Dan de Roemeen Kotschi, ook een uitstekende springer. Uit Oekraïne komt deze man, Isaev. Zuid-Korea is deze man, Yang. Ja, uit Wit-Rusland. Uit Puerto Rico, Rivera. Dat zijn de 8 mannen die nu gaan strijden voor de wereldtitelstrijd. We begonnen met 325 turners in de kwalificatiewedstrijd. En de beste 8 hebben zich geplaatst voor deze finale. De punten van het verleden tellen niet mee. Iedereen begint weer vanaf 0 punten. Onze Jeffrey Wammers plaatste zich voor deze finale als 7e met 16.216. En zoals het al duidelijk is, hij gaat nu naar een ander programma. Hij gaat nu al naar gelijk naar zijn startpositie. Vindt geen toestelspecifieke warming-up meer plaats in een WK-finale. Dat hebben ze dus buiten Ahoy Arena moeten doen. En de magnesium gaat nu wat aan zijn handen en aan zijn voeten. Zoals we zien heeft hij de korte broek aan. Dat is altijd bij het springen en bij de voerturnen. En de lange pantalon hoort bij de overige 4 toestellen. En dit is Bram van Bokhoven, zijn coach, die hem dus dagelijks begeleidt. Naast hem... Links naast hem zie je dat bordje met Longines erop. Daar komt een nummer op en dat geeft dan ook de D-score aan, de moeilijkheidsgraad. En de meeste finalisten zitten vanaf 6.60 en hoger. En kom je aan de 7 punten, dan zit je echt super, super, super moeilijk. Maar ja, dan loop je risico, want de andere score is natuurlijk de uitvoeringsscore. Jeffrey Wammers zien we hier en hij begint met een D-score van 6.80. En één heel Ahoy is op hem gericht. Jeffrey Wammers met zijn eerste WK-sprong hier in Ahoy. Concentratie. De Jurchenko met een halve draai. Anderhalve salto, dubbele schroef. Technisch een hele fraaie sprong. Technisch prachtig uitgevoerd. Hij blijft ook mooi in de rechte lijn. Want als je hem straks in de slow motion ziet landen, dan zie je dat hij dus ook op de witte lijn landt. Dat is correct. Dan heb je dus aanloop, sprongfases en landing in één rechte lijn uitgevoerd. We kijken nog een keer hier die halve draai, dan de overslag, dan de anderhalve salto met een dubbele draai. En je ziet dat hij op de lijn landt, maar daarna gaat hij even uit balans. Ja, dat kost hem 3/10, misschien 5/10. Maar al met al een uitvoering die toch dik in de 9 punten is. En dat wordt dan weer opgeteld bij die score, de D-score van 6.80. En het gaat nu om de goede combinatie. De moeilijkheidsgraad plus de uitvoering. En hij staat er weer, want hij moet 2 verschillende sprongen laten zien. En nu laat hij dus een nieuwe sprong zien die we van hem nog nooit in een groot kampioenschap hebben gezien. De laatste maanden is hij daar wel, hij is er eigenlijk al langer mee bezig geweest. En hij scoort hier. Hij krijgt 1/10 punt aftrek omdat hij met zijn rechtervoet buiten de witte lijnen kwam. 6.8 plus 9.3 komt hij op 16 punten gemiddeld. En nu moet het drievoudige Tsukahara komen. Een supersprong. Alles is hierop gericht. Hij heeft gezegd, ik ga voor goud, voor een medaille, of het wordt niks. Maar in eigen land ga ik niet op safe, want ik ben niet blij met een 5e, 6e of 7e plaats waar ik 2 keurige sprongen heb uitgevoerd. Ik wil gaan voor een medaille. En dan is nu het beslissende moment, die 2e sprong. Want van beide sprongen wordt het gemiddelde berekend en dat is het eindresultaat. Jeffrey Wammers, nu naar de finale sprong, hier in Rotterdam. De Tsukahara, drievoudige schroef.
en het is niet goed. We hebben kunnen zien dat op het moment dat hij landde, dat zijn voeten naar voren stonden. Dat hij dus een 2,5 draai heeft gemaakt. Terwijl zijn voeten dus weer gericht moesten zijn naar de Pegasus. Want dan heb je dus echt een drievoudige schroef gemaakt. En je hoort hier wel, ja, Bram van Bokhoven, zijn coach, die maakt het natuurlijk ook goed duidelijk. Dat het, en hij weet het zelf natuurlijk ook, dat het hem net niet gelukt is. Kijk, hier die krachtige aanloop, dan komt hij zijwaarts op de Pegasus. En dan komt hij zijn salto en dan moet hij heel snel draaien. En je ziet, zijn voeten staan deze kant op, terwijl hij die kant op hadden moeten staan. En dan wordt de sprong dus afgewaardeerd. Dan krijgt hij dus niet de 7 punten, maar dan komt hij op een 6,40. Kijk, dat was niet goed. Die laatste halve draai die had hij nog moeten doen in de vluchtfase. Dus je kunt zeggen, zijn rotatie om de lichaamslengteas was te traag. Hij had dus sneller nog die armen naar zijn romp moeten halen. Maar ja, dat is napraten. Dat kunnen wij natuurlijk heel gemakkelijk. U vanaf de bank of hier vanaf de tribune en ik vanaf mijn commentaarpositie. Hij moet het natuurlijk doen. En hij wist dat hij dat risico nam. Had hij het niet genomen, wist hij zeker dat hij geen medaille kon winnen. Nou, dat is nu eigenlijk ook wel zeker dat hij die medaille niet wint. Maar hij heeft wel een belangrijke stap gezet. Want ook met deze techniek maakt hij de mentale stap dat hij die kant op moet. En dit WK is voor Jeffrey Wammers niet het eindstation. Het is weer een tussenstation op weg naar Tokio volgend jaar. En ik praat nu met de bondsarts Lim. En zijn score voor de tweede sprong. Kijk, je ziet hem afgewaardeerd naar 6,60. Van de 7 naar 6,60. 8,90 is de uitvoering. Het gemiddelde is 15,750. En dan kan hij gaan kijken wat de concurrentie gaat doen. Die komt in eerste instantie uit Rusland. Anton Golutschikov. De man uit Rusland. Heeft in het verleden al de bronzen medaille gewonnen bij de Olympische Spelen van Peking. Bronzes. Was Europees kampioen bij de Europese kampioenschappen in Amsterdam 2007. Eerste sprong. Ja. De dubbele Tsukahara. Dat wil zeggen, hij komt zijwaarts op de Pegasus en dan maakt hij een 2,5 salto gehoekt achterwaarts. Het is dus een man die het vooral zoekt dus in de breedteasrotaties. Ook dit is een super moeilijke sprong, 7 punten. Dat zien we ook op het schermpje. En dan kijken we naar de landing. Hij landt keurig links en rechts van de middelste streep. Dat is goed, een kleine nahup, maar al met al toch een super sprong. In de eerste fase waren de benen licht uit elkaar en hij landt wat diep. Ja, dan zeg je van, waar zeur je nou over, man? Ja, maar dat zijn dan juist de punten waar de jury op let. Daarom duid ik het maar even. Die benen iets uit elkaar in de eerste fase. De hoekhouding is goed. De romp is laag bij de landing. Dat geeft wat aftrek en natuurlijk dat nahupje. Maar naar mijn gevoel een sprong die zeker dik in de 9 punten als uitvoeringsscore krijgt. 9,433. En dat opgeteld bij de 7 punten moeilijkheidsgraad. Kijk, dan stelt hij zich gelijk kandidaat voor een medaille. 16,433. 16,433. Hij is zich als eerste geplaatst voor deze finale. En toen had hij een eindscore van 16,475. Dus daar zit hij nu dichtbij. En hij gaat naar mijn mening nu een sprong maken met in de handstand overslag. Dan gaat hij voorwaarts roteren. 7 punten waard. Daar komt hij. Ja, wat geweldig. Ja, het is de dag van Anton Golutschikov. Doet hier de Roche-techniek met een halve draai. En dan heet dat naar de Roemeen. Die Draculescu, de man die we in december vorig jaar te zien kregen bij de Univ Gymgala's. Die heeft de finale niet gehaald, is hier wel in Rotterdam aanwezig, maar was niet goed genoeg gewoon. Ja, zo gaat dat. Ook zeg maar de wereldkampioen van vorig jaar, Draculescu, was niet goed genoeg voor deze finale. Jeffrey Wammers wel. En hier zien we dan Anton Golutschikov, die hier twee fantastische sprongen laat zien. Hier de 2,5 salto voorwaarts gehurkt met halve draai. De Draculescu. En prachtig geland. Ook de coach is blij. Het is altijd fijn om coach te zijn van een winnaar. Maar je moet het natuurlijk ook zijn als het niet zo is. En Golutschikov gaat natuurlijk naar de eerste plek. Dat mogen duidelijk zijn. Ook hier 9,300 in de uitvoering. Nou,
gemiddelde van beide sprongen is 16.366. Wie kan daar nog overheen? Nou, op papier deze man. Want dit is de zilveren medaillewinnaar van de Olympische Spelen in Peking. Uit Frankrijk, Thomas Bouhey. Op papier zeg ik, want ja, de verschillen zijn natuurlijk minuscuul klein. Het is een explosie, maar een gecontroleerde explosie. 7 punten uit groep 4. 4.43. Onder dat nummer staat deze techniek in de code. Ja, ook hij doet de Tsukahara met het dubbel gehoekt. Een risicovolle sprong waar je nog wel eens blessures voor kan oplopen als je te veel tegen je voeten in landt. Dan gaat de enkelvork geforceerd raken. Maar hij had zoveel amplitude in de tweede vluchtfase dat hij heel gemakkelijk op zijn voeten kon landen. En eigenlijk zelfs te veel, want hij had snelheid over. Kijk maar. Dubbel salto. Hij landt op zijn voeten en dan moet hij heel snel zijn handrem aantrekken door die voeten allebei naar achteren te verplaatsen om stil te staan. Die nahup geeft natuurlijk aftrek in de uitvoering. Eerste fase, benen licht uit elkaar. Qua houding, qua lichaamshouding, vind ik deze sprong zelfs beter dan die van de Rus. En de landing was weer wat minder. Goed, wat gaat het nu worden? Golodzinskov had voor de eerste sprong 9.433 en hij krijgt 9.366. Dat is de uitvoeringsscore, dus hij komt fractioneel onder de Fransman. Dan hangt alles af van de tweede sprong die hij nu gaat doen. Ook dat wordt een zevensprong, 3.38. 3.38, dat is de groep uit de overslagen. Dus misschien wordt dat ook wel de Dragulescu. Zelfde techniek. Krachtige aanloop. Enorme afstoot. Ja. Dit is geweldig. En heel terecht, die Fransen dat ze juichen. Want deze sprong was technisch beter dan die van de Rus. Dat kunnen we zo dadelijk zien in de herhaling. Zijn beenhouding was correcter. Hij groepeerde in die dubbele salto, die 2,5 salto voorwaarts, zijn lichaamsdelen. En je ziet bij de Russen, het is gelijk stil daar. Ja. Want die hebben natuurlijk ook gezien wat hier Bouhey in die tweede sprong laat zien. Kijk, overslag, keurig de benen gesloten. Dan heel snel die 2,5 draai. Opent vroegtijdig, zet de landingsgestel tijdig uit. Landt keurig op de witte lijn en staat stil. En zo moet dat ook. Ja, kijk, blijft lichaam mooi gestrekt in de overslag. En de halve draai, hoge landing. De romp zit dus minder diep als bij de Rus. Ja, en dat zijn nou net die punten van verschil. En hij heeft natuurlijk 0,1 punt achterstand. Kan die daar voorbij komen? Dat is de vraag. Hij heeft dus een achterstand van 0,1 punt goed te maken op de man uit Rusland. Ja, Bouhey. En wat wordt de stand? Jawel. Dat gaat de Fransman lukken. Hij scoort hier voor de tweede sprong 16.553. En Anton Golodzinskov telefoneert waarschijnlijk al bij de thuisfront. Die moet zich nu tevreden stellen met de tweede plek voorlopig. Want Thomas Bouhey uit Frankrijk staat op de eerste plaats met 16.449. Ja, dat stemt natuurlijk tot volledige tevredenheid. Geweldig. Maar we zijn er nog niet. We zijn er zeker nog niet. Want hier komt de volgende turner. Uit Roemenië, Flavius Kotsi. En ook zeker niet de eerste, de beste. Bij de wereldkampioenschappen vorig jaar won hij de zilveren medaille. De eerste sprong. Ja, dat was nou die Tsukahara met een drievoudige schroef. Die Jeffrey Wammes als tweede sprong dus uitprobeerde. Maar wat hem niet lukte. En dat lukte Flavius Kotsi wel. Maar ik heb die sprong van hem ook al in meerdere grote kampioenschappen gezien. Dus hij heeft er ervaring mee. Dat is natuurlijk belangrijk. In de turnsport is wedstrijdervaring op grote kampioenschappen van groot belang. 7 punten is de moeilijkheidsgraad. Kijk, hier gaat hij 3 keer om de lichaamsas. En zijn voeten wijzen wel naar voren. Ja. Kijken we naar de foutjes. Dan zien we in de eerste vluchtfase dat de benen uit elkaar gaan. Dat is een houdingsfout. En dan bij de landing natuurlijk. Kijk, daar die hele grote pas. Ja, dat kost je ook wel een halve punt. Hij landt wel keurig in het midden. Daar is niks mis mee. Dus ik verwacht toch wel een uitvoeringsscore van boven de 9 punten. De ideale uitvoering is 10 punten en hij scoort 9.233.
komt hij 7 punten erbij. Dan staat hij op 16-2-33. Ja, dat zou op dit moment, als hij zo doorgaat, een derde plaats betekenen voorlopig. Wat wordt zijn tweede sprong? 3-36. 3-36 uit groep 3, dat is uit de overslagen groep waar we 32 technieken hebben. 33 technieken. En hij doet dus 3-36. Even kijken. Oh, dat is ook een hele moeilijke sprong. Dat is de overslag met een anderhalve salto gestrekt. Met daarin een 2,5 draaiende lengtas. Ja, ik denk dat hij de enige is die dat kan op dit moment. En een supersprong ook. Waarde 7 punten. En kijken we nog eens even terug. Wat zien we wat niet schoon is? Eerste fase, benen stel uit elkaar. Voethouding, kijk, beenhouding is een beetje slordig. Hij landt net naast de witte lijn. Moet een hup naar voren maken. Dat betekent dus dat je diep landt. Dat je eigenlijk tegen je voeten inlandt. En dat de tweede vluchtfase wat minder is. Ja, hij zit heel diep met zijn romp. Ja, daar krijgt hij ook aftrek voor. We kunnen gelijk wel concluderen dat hij de Fransman Bouhey niet kan bedreigen. De score 9.183 voor de uitvoering. En dan het gemiddelde is 16.183. De Roemeen staat voorlopig 3. 1 de Fransman, 2 de Rus, 3 deze Roemeen. En 4 natuurlijk Jeffrey Wammes. Dan de volgende finalist uit Oekraïne, Andrei Isaev. Hij stond bij de wereldkampioenschap in 2007 ook in de finale, 3 jaar geleden, en werd toen 5e. Wat gaat hij doen? Sprong met een moeilijkheidsgraad van 7 punten. Dat heet Roche. Roche techniek. Hans het overslag. 2,5 salto voorwaarts. Tot stand. Dus zonder halve draai. Moeilijk is deze sprong omdat je voorwaarts landt. Je ziet je landing dus niet. Kijk, als je achterwaarts van de Pegasus afkomt, dan kun je ook de landing zien. Dat kan bij deze sprong dus niet. Dat moet echt op gevoel gaan. Bam. De vloer, de mat is er ineens. De landing ziet er redelijk behoorlijk uit. Persoonlijk vind ik dat hij niet zo hoog stijgt vanaf de Pegasus. En dat hij wat vroeg zijn knieën buigt in de handstandfase. Daar letten jullie op. Dus als je op de Pegasus bent, dan moet je met een gestrekt lichaam eerst afstoten. Daarna mag je pas je knieën buigen. En kijk. Ja, dat doet hij een beetje te vroeg. En ik zei dat de D-score 7 punten is. Dat is niet waar. Dat is die pas als hij een halve draai extra maakt. Het is een 6.60 sprong. Plus de 9.266. Dan komt hij dus op 15.866. Gaan we nu naar de tweede sprongtechniek. Van de Oekraïner. Andrei Isaev. 23 jaar. Ja, keurig. Ja, risicovolle sprong. Ook hier de Tsukahara met een 2,5 salto gehoekt achterwaarts. Uitgangswaarde 7 punten. En ik moet zeggen, de laatste paar jaar is het springen toch weer technisch weer beter geworden in de breedte. Vroeger zagen we één turner, bijvoorbeeld de Paul Blanik, die Olympisch kampioen werd, die deed dit ook. En dan was het eigenlijk minder of soms een beetje op de gok of ze wel goed uit zouden komen. En nu hebben we al 3 turners gezien die deze techniek dus gewoon beheersen. Want het ziet er heel gecontroleerd uit. Hij landt wel diep, hij zit met zijn borst bijna op zijn knieën bij de landing. Dus hij moet wel diep door zijn hoeven heen. Daarvoor zal hij natuurlijk aftrek krijgen, maar al met al toch een uitstekende sprong. Die denk ik toch wel boven de 9 uitvoeringswaarde zal krijgen. Ja, 9.233 plus die 7 punten. En dan komt hij op een gemiddelde van 16.049. Isaev, de Oekraïner, op plaats 4. Wammes op plaats 5. En Bouhey, de Fransman, leidt nog steeds. Uit Korea komt deze man. Jang Hak Seong. Debuteert op dit wereldkampioenschap. Is pas 18 jaar. Nee, dat moet hij nog worden. Op 6 december wordt hij 18 jaar. Hij is 17 jaar deze knul. Barstensvol talent. Snelt hij naar de Pegasus.
Zo. Kijk, dat is niet verkeerd. Een prachtige sprong met heel veel amplitude. Want die man die gaat niet alleen gestrekt naar de Pegasus toe, maar daarna blijft hij ook heel strak. En weet dus de voorwaartse snelheid op de Pegasus om te zetten in hoogte. En dat ziet de jury heel graag. Dan heb je technisch een goede afstoot gemaakt. Kijk, hier stoot hij af. Dan gaat hij omhoog. Maakt hij lengteas draaien. Een 2,5 draaiende lengteas. Een supersprong. Dat deed de Roemeen in de eerste techniek. Maar deze ziet er veel beter uit. Kijk, lichaam blijft strak. Voeten blijven naast elkaar. Hij landt goed met zijn voeten. Ja, alleen die pas natuurlijk. Ja, dat is even aftrek. Maar ik zal je te doen geven. Je komt toch van een paar meter hoog naar beneden. Met heel veel kinetische energie in je lijf. En dan moet je dus in één keer stilstaan. Dat moet je allemaal opvangen in die schokdempers. Je knieën. En hij scoort hier 9.400 voor de uitvoering. Dat is 16.400. En de enige die na twee sprongen in de 16.400 is geëindigd, dat is de Fransman Thomas Bouhey. Kortom, we zien hier een medaillekandidaat. Deze 17-jarige Koreaan. Tweede sprong. Ja, ook die. Kijk eens hoe ver die achter de Pegasus landt. Die heeft niet alleen maar verticale amplitude, maar ook heel veel horizontale amplitude. Ja, en Bouhey denkt na. Gaat dit mij bedreigen of gaat het mij niet bedreigen? Maar één ding staat vast. Korea hebben een supertalent op het onderdeel sprong. En dat is deze 17-jarige Yang Hak-seon. Tsukahara met een drievoudige schroef. Kijk, hij had zelfs snelheid over. Hij was overgeroteerd. En daarom moest je dat pasje achterwaarts maken. Ja, dat is knap hoor. Dit is echt weer een turner van de nieuwste generatie. Die hier voor het eerst zijn mondiale debuut maakt. En natuurlijk een glansrijke toekomst tegemoet gaat. Mits die heel blijft. Want dat is wel belangrijk. Blessures zijn natuurlijk killing. Maar dit is echt heel fraai. Goed, die landing, daar zal hij dan wel extra aftrek voor krijgen. Want hij komt dus uiteindelijk met zijn voeten ook buiten de witte lijnen. En ik ben benieuwd wat die score gaat worden. Ja, Bouhey is ook gespannen. De Fransman. En de jonge Koreaan, 17 jaar. Kijk toe. En hij komt op 9.133. Dat wordt de uitvoeringsscore. Dus is veel afgetrokken voor zijn landing. En dan komt hij op een gemiddelde van 16.266. Dat is de derde plek. 1/10 punt achter Kolotsiskov, de Rus. Dus de stand is nog steeds 1. Bouhey voor Frankrijk. 2. Kolotsiskov, Rusland. 3. Deze Yang uit Korea. Dan een man van een hele andere leeftijd. Dmitri Kaspiarovic uit Wit-Rusland. 33 jaar. Ja, hij doet de Dragolescu. Deze 33-jarige man uit Minsk heeft al een hele lange staat van dienst. Werd Europees kampioen in 2002. En sindsdien hebben we hem natuurlijk heel vaak in deze finale gezien. Kijk, hij gaat naar de Pegasus, been iets uit elkaar, maakt dan de 2,5 salte voorwaarts en de halve draai. Landt ook wat diep, maar wel keurig in één lijn. Hè? Want we zien de witte lijn, aanloop, sprong, alles is in één richting. Dat is belangrijk. In de eerste fase ligt zijn benen uit elkaar, de landing is wat diep. Maar al met al toch een uitstekende sprong van deze 33-jarige turner uit Wit-Rusland. Stond ook in de Olympische finale van Peking en werd daar zesde. En hij scoort hier 9.233. Als uitvoering bij die 7 punten voor de moeilijkheidsgraad is dus 16.233. Tweede sprong. Wat gaat dat worden? Krachtige aanloop. Ja, de dubbele Tsukahara. Dat hebben we nu al drie keer gezien bij de finalisten. Een combinatie van Dragolescu en de Tsukahara dubbel. Sommige turners draaien het om. Die deden dat dan als eerste sprong. Maar hij kiest dat nu als tweede sprong. Dat maakt helemaal niks uit in de beoordeling. Want elke sprong wordt gewoon afzonderlijk beoordeeld. Ook een moeilijkheidsgraad van 7 punten.
En ik zal mij benieuwen, want kijk, die benen gaan uit elkaar in de eerste vluchtfase. De houding zit hier goed. Hij landt een beetje naast de witte streep, dus hij heeft een kleine afwijking in de richting. Maar zijn landing op zichzelf is natuurlijk wel behoorlijk. Hij blijft op dezelfde plaats staan. Hoe diep landt hij? Oei, ja, die schokdempers. Je zag hem even met de romp ook naar beneden gaan. Ja, dat zal hij nog wat aftrek voor krijgen. Daarom wordt het ook geen 10, dat staat vast. Maar hoe hoog wordt het in de 9? Hij staat nu op 16.233. Ja, en de eerste plaats zit er niet voor hem in. Daarvoor moet hij wel erg hoog scoren. Maar hij mogelijk wel een plaats op het podium. En jawel, hij scoort 9.400 voor de uitvoering. En komt daarmee op 16.316. En daarmee verdrinkt hij dus de Koreaan Yang naar de vierde plek. 1. Buhai. 2. Kolotsiskov. 3. Kaspiarovic. 4. Dus Yang de Koreaan. 7. Wammers. Maar goed, de oorzaak van Wammers die kennen we. Die heeft alles gegeven. Het was erop of eronder. En in dit geval was het dus bij Wammers eronder. Maar toch, top 8 van de wereld. By the way, dan heb je ook gelijk weer de A-status van NOC-NSF weer even bevestigd. Top 8 van de wereld. En dat is in het mondiale turnen een grandioze positie. Rivera. Kiest eigenlijk voor safe. Hij kiest voor safe. Want ja, deze sprong had Jeffrey Wammers ook kunnen kiezen. Dat is de Tsukahara met een 2,5 draaiende lengteas. Een sprong met een uitgangswaarde van 6,60. 6,60. De benen gaan hier uit elkaar. Kijk, hij springt heel netjes. Zijn houding is correct. Hij landt ook goed in het midden. Een kleine nahup. Ja, dus de uitvoering zit hoog. Maar de D-score is 6,60. Ja, dat deed Jeffrey Wammers ook in de kwalificatiewedstrijd. En zodoende plaatste hij zich voor de finale. Maar hier in deze finale wilde hij gaan voor een medaille. En we zien hier dus nu een uitvoering van 9.375. Opgeteld. Ah, Buhai, die weet het al. Mij kunnen ze niet meer bedreigen. En zo is het ook. 15.975 is de score voor Rivera. En wat gaat nu de tweede sprong worden? 6.60, ook daar 6.60. En misschien heeft hij wel geen moeilijkere sprongen voor in handen. En moet hij het hiermee doen. Rivera, de man uit Puerto Rico. Overslag met anderhalve salto, dubbele draaiende lengtas. Ook een van de twee sprongen die Jeffrey Wammers in het verleden wel eens deed. Nu niet meer. En we zien hier gewoon de winnaar. Dat weet hij nu al 100% zeker. Dat de Fransman, de Thomas Buhai, winnaar van de zilveren Olympische medaille in Peking, wordt hier voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen. Ja, we moeten natuurlijk nog even wachten op de score van Louis Rivera. En ja, hier gaan de felicitaties al. Dit is dus links in beeld Kolotsiskov, de Rus die het zilver pakt. En de Wit-Rus Kaspiarovic die gaat de bronzen medaille pakken. En de man uit Puerto Rico, Luis Rivera, prachtige turner, stijlvol. Die scoort nu 15.916. En dan wordt een eindscore van 15.945. En dan is hij nog net boven Wammers geëindigd. Maar ja, we hebben de fout van Wammers gezien. Hij eindigt nu op de 8e plaats. En het is de 3e keer in het turnleven van Jeffrey Wammers dat hij de finale haalde van de wereldtitelstrijd. In 2005, in 2008 en nu hier in 2010. Het thuisfront in Rusland wordt nu gelijk geïnformeerd. Anton Kolutsiskov is zeker van de zilveren medaille. Hier met twee fantastische sprongen. En ja, dat moet je even delen met wie dan ook. Maakt niet uit. En de tranen zijn in de ogen van de Franse supporters en misschien wel de echtgenoten van Thomas Buhai. Hij zwaait naar zijn supporters. Hij is de nieuwe wereldkampioen in het springen hier in Rotterdam geworden in Ahoy. Maar een finale met een Nederlandse turner onder de top 8 van de wereld. En dat is gewoon heerlijk. Dat is smullen. Dan weten we dat de Nederlandse turners ertoe doen in het mondiale krachtenveld. Ook Rivera lacht. Hij heeft gedaan wat er kon. En dat was goed genoeg voor de 7e plek. Maar alle credits gaan natuurlijk naar Thomas
Boeheij, die nu de arena verlaat naar de mixed zone, waar de media op hem wachten. En die zijn wel even met hem zoet. Jawel, zo gaat dat. Want iedereen wil natuurlijk zijn verhaal weer horen. We krijgen de eindstand in beeld. Thomas Boeheij uit Frankrijk wint de wereldtitel. Zilver voor Anton Golassyskov uit Rusland. En brons voor Dmitri Kasparovic uit Wit-Rusland. En op de 8e plaats treffen we toch met veel trots Jeffrey Wammers uit Nederland. En zo hebben we de eerste tranen alweer gezien bij de aanhang van de winnaars. En zijn wij razend nieuwsgierig wat Wammers er zelf van vond. Hij staat nu bij de microfoon van Vlado Valjanovski. Jeffrey, weer 8e. Hoe groot is de teleurstelling? Ja, toch best wel groot. Wel jammer dat de tweede sprong gewoon was een risico natuurlijk. Ik zat niet helemaal goed erop. Dus dat was wel jammer. Baden wel dat ik als eerste moest beginnen. Het scheelde nu toch wel veel in je denkwijze en zo. Dat je gelijk het podium op moet blijven en zo, dan kan je gewoon wat minder concentreren voor je sprongen. Is dat de verklaring dat zo'n tweede moeilijke sprong dan niet lukt? Nou, het is natuurlijk best nog wel een risico. En je moet wel echt alles moet lukken, wil ik die halen. Ja, alles was niet precies op de goede plek, zeg maar, op dit moment. Dus daarom lukte die zeg maar net niet. Waarom doe je zo'n risicovolle sprong nou niet vaker? Want dan zit hij goed in je systeem. En als je hem zo af en toe doet, ja, dan is het altijd erop of eronder, zoals vandaag. Ja, je moet natuurlijk wel ergens beginnen. Ik denk dat ik hier ermee ben begonnen. En dat ik vanaf nu gewoon uitbouwen is dat hij volgend jaar niet nog een keertje voor de tweede keer, maar dat ik hem dan al voor de 10, 15e keer op een wedstrijd doe. Ja, en dan kan je natuurlijk vanuit gaan dat hij gewoon gaat lukken. Werd jij vanochtend wakker met het idee, ik ga hier een medaille pakken? Weet ik niet. Ik hoopte gewoon 2 goede sprongen. En ja, ik was toch wel zenuwachtig voor allebei de sprongen. De eerste moest ik gewoon goed staan om een hoog cijfer te halen. En de tweede, ja, dat was gewoon een risico. Maar zonder dat risico had je hier ook niet in de medailles gekomen. Dus. Hoe zat het met de druk, de spanning? Toch voor eigen publiek turnen? Ja, ik vond het maandag vond ik het eigenlijk wel heel leuk. En vandaag toch wel wat spannender dan maandag, eerlijk gezegd. Heb je nou nog genoten of ben je nou weer zwaar teleurgesteld? Nee, op zich wel. Ja, het is natuurlijk jammer dat hij net niet helemaal goed zit, dat hij net niet lukt. Maar het is niet dat ik heel erg heb gefaald hier of zo. Dankjewel. Jullie kennen hem goed. Is hij echt teleurgesteld? Ja. Heeft hij de echte ziekte in? Ja, hij heeft natuurlijk wel de P in. Maar hij is zich ook heel bewust ervan dat hij de nummers 1 tot en met nummers 4, die hebben allemaal 7 rondsprongen. Zowel voor de eerste als de tweede sprong. Ja. En dan, als je dan met een 6, 8 en een 7 sprong de arena binnenstapt, dan moet het gewoon hartstikke goed gaan. En als je dat niet doet, dan heb je het sowieso op voorhand al verloren. En wil je daarmee eigenlijk zeggen dat zelfs met de sprongen die hij nu had voorbereid, dat als hij ze goed had gedaan, dat het dan nog heel moeilijk was geworden voor een medaille? Ja, want die anderen die pakken dus gemiddeld 1/10 meer. Ja. En, dus het moet eigenlijk nog meer? Hij moet eigenlijk in zijn eerste sprong ook nog iets meer springen. Wil hij de aansluiting bij de wereldtop behouden? Nou, we kennen hem goed, dus daar is hij ook wel op getraind. Alleen dat zit er nu nog niet in. Nee. Maar het is zo'n finale halen waarbij alle cijfers boven de 16 al waren in de kwalificatiewedstrijd. Dat is natuurlijk een hartstikke zware finale met enorme goede tegenstanders. Ja, nou, we gaan straks nog uitgebreid daarover analyseren als het volgende onderdeel is geweest. Nog even kort over Wammers. Fieke, als jij die sprongen zo ziet, en dat met name aan die landingen, kan je dan iets voorstellen van angst die misschien nog wel steeds bij hem erin zit, naar aanleiding van die enkelbreuken van 4 jaar geleden? Ja, nou, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar ik denk dat hij er op dit moment niet mee bezig is, dat hij daaraan denkt over die enkels van ja, van die tijd geleden. Maar het is altijd vooral bij die drievoudige sprong. Ja, je weet, als je een beetje zoals hij nu ook landt, zo erg doorgedraaid, dat is niet heel erg fijn voor je voeten. Nee, maar ik bedoel met name dit moment. Ja. Dat je dan toch met, hij spreekt daar zelf ook nog over, elke keer als hij een interview moet geven, dan gaat het nog weer over die enkels. Ja. Zijn stap is bijvoorbeeld ook zo groot vergeleken bij de anderen. Hij zet bijna altijd een hele grote pas. Ja. Maar je moet er op dit moment niet mee bezig zijn. Nee, dat, het moet niet. Maar zou je er ook echt niet mee bezig zijn? Ik kan je moeder vragen om in zijn hoofd te kijken. Ja, maar dat weet je. Ja, hij is er nog steeds mee bezig. En de trainers zijn er ook mee bezig. Om de boel van zijn enkels toch goed soepel te houden. Ja, maar op dit moment zelf? Nee, op dit moment zelf gaat hij ervoor. Alleen, er blijft altijd bij het begin van de aanloop een bepaalde angst zitten van dat in ieder geval niet weer. Ja. Het blijft je bezighouden. Maar ja. Zo'n vaste landing, daar komen gewoon heel veel kilo's in één keer op je enkelgewrichten af. En op het moment dat je een stap maakt,
dan gaat de kinetische energie die gaat er een klein beetje uit. En daarom is zo'n stap ook zo fijn. Ja. Straks komen we... Ja, wat wil je nog zeggen, Fieke Kort? Ik heb ook wel wat vallen meegemaakt die ook wel ernstig zijn afgelopen. En ik moet zeggen dat ik er zelf op een moment zelf... als ik spring, er niet meer mee bezig ben. Oké. We gaan naar een ander toch wel gevaarlijk onderdeel soms. De tweede finale van vandaag.